Hallo beste korfliefhebbers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wikkie's Tips en Tricks. Vandaag een hele korte aflevering, want iemand heeft mij gevraagd of ik kan uitleggen hoe het Korg EC5 multipedaal werkt en hoe ik dan de verschillende functies uit de PA4X kan toewijzen aan de verschillende pedaaltjes, 5 stuks, op de EC5. Nou, zoals eigenlijk alle functies in de Korg PA keyboards is ook dit weer heel eenvoudig in te stellen. Om te beginnen drukken we op de knop Global. Dan kies ik in het display de tab Controllers. Dan zie ik hier 4 tabs staan. Hand, Foot, Sliders en EC5. Nou, ik kies natuurlijk voor de EC5. En dan zie ik in het display de 5 pedaaltjes A, B, C, D en E onder elkaar staan. Nou, als ik op het pijltje naast het pedaaltje druk, krijg ik een flap uit met ongelooflijk veel functies, welke ik allemaal kan toekennen aan alle 5 de pedaaltjes op de EC5. Nou, laat ik eens beginnen met wat functies toe te kennen. Bijvoorbeeld start-stop op pedaaltje A. Nou, dan kies ik style start-stop. Die is toegekend aan pedaal A. Op B kies ik voor bijvoorbeeld fill-in nummer 2. Fill-in nummer 2, daar is die. Op pedaal 3, nou, wat zal ik eens doen? Laat ik daar eens een keyboard set opzetten. Ik spring bijvoorbeeld naar keyboard set 2. Die zit dus op 3. Dan krijg ik pedaaltje 4. Nou, laat ik eens gek doen. Dan kies ik daarvoor keyboard set 4. En dan krijgen we het laatste pedaaltje. Pedaal E. Nou, wat zal ik daar eens opzetten? Ik zet daar bijvoorbeeld transpose up op. Nou, nu zijn alle 5 de pedaaltjes hebben een functie toegewezen gekregen. En dan ga ik uit het scherm, ga ik terug naar mijn startscherm. En dan gaan we eerst eens kijken of ik met pedaaltje A inderdaad het ritme kan starten. En of ik met pedaal B inderdaad die fill-in 2 aan en uit kan zetten. Laten we eens kijken. Nou, dat werkt natuurlijk prima. Dan had ik op pedaal C en pedaal D had ik een paar keyboard sets gezet. Hij staat nu op keyboard set 1 en dat is de elektrische piano zoals we hier in het display kunnen zien. Nou, dat klopt. Druk ik pedaaltje C in, dan zien we inderdaad keyboard set 2 wordt geactiveerd. Op pedaaltje D had ik geloof ik keyboard set 4 gezet. Even kijken of dat klopt. Ja, ook die zie je komen. Nou, en ga ik weer eventjes terug. Zelf doe ik dat met de hand naar keyboard set 1. Want dan hebben we gewoon een elektrisch pianootje. En dan krijgen we het laatste pedaaltje. Daar had ik een transpose functie opgezet. Nou, eens kijken of die een halfje omhoog gaat als ik pedaaltje E indruk. Nou, ook dat klopt allemaal. Je ziet het. Eigenlijk is het toewijzen van functies aan die 5 pedaaltjes op de EC5 controller ontzettend simpel. Als ik nou het keyboard zou uitschakelen, onthoudt hij deze functies. Maar wel is het een dingetje. De voetpedaaltjes bedien ik in de global functies. Dus ik kan niet per liedje in het songboek allerlei verschillende functies toekennen.
De functies die ik toeken aan die pedalen, die gelden voor alles wat ik selecteer in het songboek of elk ritme of elk geluid wat ik op het keyboard selecteer. Ik kan dus niet voor ieder liedje een aparte setting, is trouwens ook niet te onthouden. Dus daar moet je wel op letten. Tot zover deze aflevering van Wikis Tips & Tricks. Ik hoop dat degene die hierom gevraagd had, gekregen heeft wat hij wou en nu weet wat hij met zijn pedaaltje kan doen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en wellicht weer tot een volgende keer.